Breda Nu. Je weet het meteen. Ik heb daar geweldige jaren mee meegemaakt en het meeste van opgestoken om later prof te kunnen zijn. Ik heb geen betere basisleven kunnen krijgen als Van Radverweg. Hij schreef geweldige verhalen over voetbal. Er was geen spel tussen te krijgen. Ik ben wel eens verbaasd. Oh, dat maakt wel even opmerken. Ja. Ik heb een NAC-voetbalboek gezien. En daar is toch een of andere meneer die ook gevoetbald heeft. Die vond dat het verleg maar niks was. Dan rijzen mijn haren te bergen. Ik ken de goede man niet meer, hoor. En ik, dan heb ik een beetje pretenties. Het is bij Twente aardig gelukt. Het is bij PSV aardig gelukt. Ik ga er toch ook vanuit dat ik het bijna aardig volbracht zou hebben. En ik denk dat ze dan in mindere ellende zaten dan ze nu zitten. Ik ben inderdaad Erik kennen. Er gaat één voetbaltrainer in mijn werkkamer. En dat is meneer Rijvers. In trui. Uit het jaar 73-74. Hoe goed was hij voor NAC? Ik heb nooit geweten dat Kees Rijvers, dat ze die nooit hebben genomen als trainer. Want ik heb hem mijn nek vooruitgestoken toen in die tijd. Want ze lieten hem gaan wat betreft zijn trainersdiploma of zijn trainer. Hè. Hij kwam toen bij NAC. Ze lieten hem gewoon gaan, zo'n speler. Want als zo'n speler ergens komt, zo'n voetballer, die kan overal een deur binnentrappen bij Feyenoord. En die kan jeugdspelers pakken voor NAC. En die hebben ze gewoon laten gaan. Hoe vond jij hem als voetballer bij NAC? Nou, dat was gewoon een feest elke zondag om met hem te voetballen. Ik heb het een verschrikkelijke eer gevonden om met zo'n man te mogen voetballen. Ik bedoel, wij vroeger bij ons in de volksbuurt, we wouden allemaal Kiske Rijvers zijn. Antti Graumans, ooit nog gespeeld met Kees Rijvers? Nee, dat was voor mijn tijd. Maar als jongeman ben ik er wel naartoe gaan kijken. Dus ja, dat is altijd al een voorbeeld geweest, hè, voor ons. Net had in het interview al gezegd, FC Maagdenburg. Daar heb je ook nog een beetje nawee van, hè, Bendak? Ja, dat deed bij mij nog wat bellen rinkelen. Zij speelden tegen Marenburg en wij ook in onze periode. Toen we de beker gewonnen hadden. Hij is te vroeg bij Feyenoord weggegaan. Ja, daar kan ik over meepraten. Want toen Feyenoord mij kocht in 1960, heb ik nog even met hem getraind. En daarna is hij weggegaan naar Frankrijk. Het huidige voetbal is toch alleen maar tikkie terug, tikkie breed. En niet meer zoals jullie vooruit speelden. Zowel bij Feyenoord als bij NAC. Ja, daar zouden veranderingen moeten komen, want anders vandaag mogelijk komt er niemand meer kijken. Het voetbal is aanvallend en verdedigen, maar met z'n allen aanvallen, met z'n allen verdedigen. Maar je ziet op dit moment veel te weinig voetbal. Het is allemaal maar van links naar rechts en naar achteren. Heb jij nog betaald voetbal gespeeld met Kees Rijvers? Ik heb een jaar met Kees Rijvers gevoetbald en naar mijn mening was het seizoen 62-63. Lag hij bij jou op je stropdas? Nee, Kees Rijvers had nog een grotere kwaliteit. Daar heb ik toch nog een hele berg van opgestoken, hoor. Want Kees Rijvers kon dribbelen met een bal zonder dat hij naar die bal keek. En die bleef aan zijn voeten hangen. En dat heb ik altijd heel veel bewonderd van Kees Rijvers. Hele technisch begaafde voetballer. En hij wist wat hij met zijn ballen naartoe moest. En niemand niet voor schut zetten. Want als je dan een bal afspeelt en die verdediger staat in hun rug, dat deed hij nooit. Bij mij Harry Lubse, oud-PSV. Dan sta je met een boekje aan. Maak nog eens die beweging van die winnende goal altijd voor jou. Ja, dat was geweldig. Dat zwaaiend. Het zou wel echt leuk zijn nog eens om dat te doen, maar dat is echt een succes. Ja. Ben je niet voor niks natuurlijk. Je hebt hem natuurlijk als trainer meegemaakt. Was het echt een hele goede trainer voor PSV? Ik denk het wel, maar hij kwam naar Koert Linder. Dat was echt puur discipline, noem maar op allemaal. En iedereen probeerde zijn eigen routes te pakken in de boslopen, ik noem maar wat. Maar Rijvers overtuigde je van het feit van, jongens, dit is jullie kans om de top te halen. En zorg dat je zelf discipline hebt en doe wat er voor je moet doen. Dan komt het een heel eind. Was het echt een goede trainer voor PSV? Nee, hij heeft PSV echt natuurlijk echt vooruit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de gloriejaren van PSV zijn begonnen onder leiding van Kees Rijvers. Ik bedoel, PSV was natuurlijk echt gewoon weggezakt. Bijna zelfs gedegradeerd in die periode. Nadat ze een 63 laatste keer kampioen waren geworden. En met Kees Rijvers en Ben van Gelder werd er eigenlijk een nieuwe trend gezet. Die het PSV van nu is, nog steeds zichtbaar is. 73, eerste keer de beker. 74, 75 kampioen. 78 de UEFA Cup. Dat was voor Eindhoven volstrekt uniek. En nu is het één ding zeker.
PSV hoort gewoon bij de absolute top van Nederland. En dat is dankzij Kees Rijvers.